Okay. Ja, hetzelfde. Goeie actie. Dank u wel. Heel goed. Weer een tevreden klant. OC, goedemorgen. De 0075 vertrekt van de thuisbasis Mantrum naar het Waagplein in Leeuwarden voor de finish van de Elfstedentocht. Ja, het is hartstikke leuk. Succes. Ik ben Jan Mulder. Ik ben operationeel expert bij de districtsrecherche Friesland. Ik ben 42 jaar bij deze baas. Ik heb 15 jaar op straat gewerkt. Daarna heb ik 25 jaar bij de recherche gewerkt. En nu rij ik dus al 2 jaar met de preventietruc Stop Woninginbraken in Noord-Nederland. Langs alle bekende Friese elfsteden. Waar ook de schaatstocht en de fietstocht langs gaan. In elke stad heb ik samen met collega's geprobeerd om mensen bewust te laten worden van het feit dat het echt heel goed is om de eigendommen te registreren. Niet vertrouwend is. Dubbel naar die echo's. Ja, serienummer. Die van die zal afkomstig. Ja, dat heb ik wel eens een keer gedaan. Ja. Dan is het nu hartstikke mooi. Ik heb zelf wel uitgevoerd. Ja, dat is uw voordeel. Dat is ook heel mooi. Dan kunt u dan ook zien wie de voordeel staat. Als er aangebeld wordt. Ik denk al, ik kan het wel thuis. Dan doen we open, dan kijk ik wel even zo. Kijk, dat dit. Ik heb heel goed beveiligd thuis. Oh, dat is die. Ja. Dat is ook leuk. Mijn naam is Gerard Voogd. Ik ben nu 69 jaar en ook hoop in 2018 hoop ik 70 te worden. Ik doe al 35 jaar politievrijwilligerswerk. Om een reden dat ik toch ook iets in de maatschappij wil betekenen voor mijn medemens. Vooral het contact met de mensen natuurlijk is van enorm belang voor mij. Want hier staan ook de sterren van de SKG, goedgekeurde merkjes. Dus daar kunt u aan zien of het goed is. Nou, mooi. Opgevingen. Vervolgens gaat u die downloaden. U voert de gegevens die u heeft van de kostbare apparatuur, zoals een fototoestel, een telefoon, televisie, laptop, computer. Iets wat u verwaardig vindt. Heling, zoek. En dat is hem al. En dan download. Voor degenen die niet in Friesland wonen, is het toch van belang dat u uw goederen registreert. Op die manier is het mogelijk dat we toch iets van een buit van een inbreker terugvinden. U doet dat door middel van de app van Stop Heling of het invullen van een registratiekaart. Als u de goederen heeft geregistreerd, is de kans groter dat we iets terugvinden. Help ons bij het opsporen van uw eigendommen.